Hoi, ik ben Bart van Max Music en vandaag gaan we het hebben over de Aira Armageddon serie. Van de Aira Armageddon series hebben we twee types. We hebben een witte stroboscoop variant die je aan de linkerkant van mij ziet. En we hebben een RGB variant en die zit aan de rechterkant. Nou, wat zo bijzonder is aan deze lamp is eigenlijk dat ze bestaan uit 648 kleine ledjes. En dat zorgt eigenlijk voor een enorm palet aan kleuren en zoals je achter me ziet komen daar best leuke kleuren uit. Nou, links van me heb je die stroboscoop en die heeft eigenlijk als bijzonderheid dat hij in vier secties aanstuurbaar is. Ja, hij is wel alleen wit, maar ja, goed, dat verwacht je eigenlijk ook van een stroboscoop. Uiteraard hebben we de rechter, de normale RGB variant, heeft ook een stroboscoopfunctie. Maar het ziet er niet zo leuk uit als we er echt witte leds in zitten. Uiteraard zijn beide van deze lampen volledig DMX aanstuurbaar. De rechter is uiteraard alleen het RGB gedeelte en de stroboscoop. Links is elke sectie afzonderlijk bestuurbaar, waarbij de dimmer en de stroboscoop te regelen zijn. Vind je dit nou een leuk product en ben je erin geïnteresseerd? Kom dan even van onze winkels of klik even het linkje hieronder in de beschrijving. Voor het leuke video, geef een like, abonneer je op ons kanaal en dan zien we je graag de volgende keer weer terug.